Sportcentrum Kardingen stond dit weekend in het teken van het Nederlands kampioenschap kunstrijden op de schaats. Er werd in diverse categorieën om de prijzen gestreden, maar de voornaamste aandacht ging uit naar de 19-jarige stadjer Boyito Mulder, die al diverse keren op rij won. Mulder sleepte al 7 titels binnen bij de junioren en de senioren. De 8e titel en de 3e op rij bij de senioren lag zondag tijdens de vrije kuur voor het grijpen. Dat Mulder opnieuw Nederlands kampioen zou worden stond na de korte kuur op zaterdag al bijna vast. Maar hij moest 120 punten halen om mee te mogen doen aan het Europees kampioenschap in Zwitserland. De spanning was na de kuur op zijn gezicht af te lezen en de ontlading was daarom groot toen bekend werd dat Mulder 126 punten had gekregen en deelname aan het EK zeker was. Maar Mulder had nog wel even in de rats gezeten. Ik had hier en daar wat kleine foutjes en het was spannend daardoor, maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan. En je bent nu voor de 8e keer op rij volgens mij Nederlands kampioen. Is het nog wel leuk? Tuurlijk, het blijft leuk. Ik ga natuurlijk voor de grotere wedstrijden zoals EK, senioren, WK, WK junioren. Daar doe ik het uiteindelijk voor. En ik heb het NK nodig om mij daarvoor te kwalificeren, dus zo'n NK blijft zeker leuk. Opnieuw Nederlands kampioen en dus ook deelname aan het EK in het Zwitserse Bern in januari. Daar ontmoet Mulder de sterke tegenstanders. Daar kom je echt de top tegen, die ook mee draaien op Olympische Spelen en het WK senioren. Dus ja, wordt zwaar. Waar kan je dit niveau mee vergelijken? Je bent nu Nederlands kampioen. Hoe kun je dat in breder perspectief bekijken? Ik kan zeggen subtop. Zeg als daar een beetje de middenmoot en dan boven. Mulder doet niet alleen aan het Europees kampioenschap in Bern. Hij vertegenwoordigt Nederland ook op het wereldkampioenschap voor junioren in maart in Den Haag.